Vandaag ben ik 29 jaar geworden. En ik vroeg me af, is mijn leven wel interessant genoeg om te delen op social media? Want laatst was ik in een sportschool en toen kwam ik in gesprek met een man. En hij vertelde dat hij naar Texel moest die dag en dat hij als onderdeel van zijn werk veel moest reizen. En hij heeft dan volgens mij een dochtertje thuis. En die is 9 jaar en hij zegt altijd tegen haar van, ga gewoon op social media wat delen. Jij zal dat wel goed doen. Maar terwijl hij dat vertelde, zei ik, wil jij niet iets op social media delen? En toen kwam hij dus met de vraag van, ja, maar is mijn leven wel interessant genoeg om erover te delen? En dat wil ik vandaag in een hele laagdrempelige vlog beantwoord krijgen. Ik ben in Maasmechelen. Ik heb zoveel content zitten maken in één dag. Ik zei tegen Anastasia, want we zijn hier een weekendje weg. Maasmechelen. Ik zei tegen Anastasia, we hebben in één dag zoveel content gemaakt alsof we hier een week zijn geweest. Gewoon ongelooflijk, als je kijkt naar al de beelden. Het is gewoon, ja. Ik zal een voorbeeld geven van wat interessant is. Ik ben tijdens mijn verjaardag ziek geworden en we gingen gisteren uit eten. En ik vroeg aan Anastasia, wat is dit? Ze zegt een uiering. En wat is dat dan? Er zit kaas in. Ik zeg, ik proef helemaal niks van die dingen gewoon. Op mijn verjaardag. Het is niet zo interessant dat dat gebeurd is. Maar omdat ik het vertel, ga je bij jezelf wel nadenken. Oh, dat is echt niet leuk als je op je verjaardag je smaak kwijtraakt. Nog een voorbeeld van een interessant leven. We waren gisteren bij de Euroscoop en daar keken we naar de film The Kingdom of the Planet of the Apes. En het feit dat ik jou vertel dat ik hem heb gekeken heeft op zich niets interessants, toch? Maar het gaat er ook om dat je je leven een beetje interessant maakt. Door de simpele dingen die je om je heen ziet. Mocht het bosjes zijn, een steen. Nou, ik heb vandaag leuke kleding aan, vind ik. Maak dingen niet te perfect, want dan worden ze nep als je dat online plaatst. Kijk, dit is de stad, of nee, de village Maasmechelen. Maasmechelen Village. Kijk, en ik wil je ook een tour geven hier doorheen, zodat je met mij meegeniet terwijl ik verder vertel waarom jouw leven wel interessant genoeg is om op social media te delen. Vaak zijn de dingen die jij in je leven doet heel normaal voor jou geworden. Dat betekent dat je soms niet eens door hebt van zo, ik kan een bal hoog houden. En dan kan ik best wel goed. Voor jou is het normaal, want je doet het elke dag met je vrienden. Misschien teken je graag. Of doe je dingen waarvan je zou zeggen, ja, maar dat is echt helemaal niet cool om te doen. Misschien ben je goed in wiskunde en denk je, ja, maar dat is iets wat nerds graag doen. En omdat je om je heen kijkt en online al die mensen prachtige foto's, video's, beelden ziet delen, denk je, staan mensen hier wel op te wachten? Om te ontdekken of andere mensen jouw leven online wel interessant genoeg vinden, heb je maar één optie. Delen. Laat mensen beslissen en ga niet voor ze invullen. Er is een uitspraak genaamd Nivea, niet invullen voor een ander. Je weet het niet, totdat je post. Kijk, dit is een soort manneke pis met hooi. Er is nog helemaal niemand in dit stadje. Gisteren wilde ik tijdens het eten, waar ik niks proefde, de Korean barbecue nemen. Ik dacht, oh, dat lijkt me lekker. Maar achteraf bedacht ik me, ik proef niks. Ik heb geen smaak omdat ik ziekjes ben, verkouden ben. En daardoor hadden we iets anders besteld. Maar dat proefde ik ook niet, zoals je eerder hebt gehoord. Ik weet niet of je het interessant vindt om naar wat winkels te kijken. Je hebt hier de Pinko, die kende ik zelf niet. Hackett London. Misschien wat je herkent is Tommy Hilfiger. Daar hebben we Tommy Hilfiger. Haha. Nu ik even een weekendje weg ben, kan ik weer reflecteren. En kijken van de buitenkant, omdat ik niet meer in mijn huis zit, in de omgeving waar ik heel vaak ben, kan ik vanuit een soort helikopterview helder zien. Oh ja, oké, dit ben je in je leven aan het doen, Marco. Ik maak die filmpjes voor bedrijven. Ik doe mensen begeleiden, zodat ze voor zichzelf filmpjes kunnen maken. Dat is mijn werk. Ik noem dat social media graaf. En ik vind het superleuk om te doen. En dat is het allerbelangrijkste bij de vraag van de titel. Ben ik wel interessant genoeg om over mijn leven te delen? Ik denk dat mensen automatisch dat wat jij doet leuk zullen vinden. Of ze beslissen gewoon dat ze doorscrollen. Wanneer ze een filmpje van jou tegenkomen waarin je datgene doet wat je graag doet. En het voordeel van mijn passie is dat ik allerlei filmpjes kan maken. Ik doe rollenspelfilmpjes over geloof. Ik maak dit soort vlogs waarbij ik een beetje mooie beelden laat zien. Om een deel van mijn leven met jou te delen. En dan komt de hamvraag, Marco, waarom zou je dit allemaal doen? Verdien je er wel geld mee? Nou, ik verdien iets van 80 euro per maand op YouTube. Door het delen van filmpjes, dus daar ga ik niet van leven.
En waar ik voornamelijk geld mee verdien is nogmaals, die filmpjes maken voor bedrijven, social media management doen, online begeleiding bieden. Dan zijn die filmpjes dus handig, dat iemand gewoon mij tegenkomt, mijn profiel kan bezoeken, met mij in contact kan komen op een makkelijke manier. Op het moment dat jij jouw passie begint te delen, zonder dat je jezelf een keer gaat afvragen, vindt iemand dit wel leuk, vindt iemand dit wel interessant, is het moment dat je online volgers begint te krijgen, dat je meer mensen begint te bereiken. Want ze zullen zien dat je gewoon aan het genieten bent van datgene wat je graag doet. En dan zul je ontdekken dat je eigen talent, die zie je niet. En ik dacht, ik moet die gast in zo'n podcast of interview zijn die heel druk is en heel leuk doet en heel grappig is op momenten. Maar ik ben grappig op momenten wanneer mensen dat vinden, niet wanneer ik dat bepaal. Ik kan een grap maken, maar dan kunnen alsnog sommige mensen gaan lachen en sommige mensen niet. En dat is ook weer terugkomend op de titel van dit filmpje. Mensen zullen dingen ook naast interessant grappig vinden wanneer zij dat vinden. Je kan er alleen maar achter komen, echt waar. En hier ben ik een grote voorstander van en dit push ik mijn klanten ook te doen op hun eigen tempo. Ik push mensen op hun eigen tempo dingen te doen. Dat is een hele mooie. Lijkt tegenstrijdig. Nou, om toch die filmpjes te blijven maken, want als kunstenaar kan je wel in je huis dingen zitten schilderen. En ik vergelijk dat met filmpjes. Maar als je ze in je huis houdt, dan kom je er toch nooit achter. Wat vinden mensen nou daadwerkelijk van dat wat ik teken? En dan gaat het er ook niet per se om dat ze het leuk vinden, maar dat jij iets aan het doen bent wat jij leuk vindt. En dat mensen er iets van mogen vinden. Dat is superkrachtig. Dan ben je eigenlijk, en ik noem dat een soort natural habitat, dus je bent in je natuurlijke manier van leven. En dan kijken mensen naar je en genieten ze gewoon van hoe je bent. Bij mij is het, ik ben soms raar, ik stel soms goede vragen. Ik merk dat ik deze vlogs best lastig vind om te maken, maar misschien heb ik mijn boodschappen ongeveer wel met jou gedeeld. Dus begin nou aan mensen op social media te laten zien wat jij leuk vindt om te doen. Dan ga je niet afhankelijk zijn van, vinden mensen mij wel leuk? Dat is de afsluiting. Ik ben Marco, wie ben jij?